heb jij zelf zo'n... Wat is jouw dieptepunt geweest? Of heb je een dieptepunt gevoeld in jezelf waarin je... Nou, niet op zo'n manier. Want dit lijf niet. Nee, dit lijf is voor mij echt... Het zijn mijn moeder alleen met echt een golden boy. Ze voelt dat ook. Ja. Het soort... Nou ja. Dus ik geloof bijvoorbeeld... Genoeg karma punten lijkt het wel zo. Ja, maar dus er hoeft niet een extreme... Nee. Nee, niet op die manier. Nee, niet dit lijf. Ik heb echt, dit lijf was voor mij eigenlijk dat moment wat ik net vertelde, die herkenning, dat was voor mij echt de grote shift, dit lijf, in van, nou ja. Ja, ja, dit, ja, ja. Nu snap ik het, weet je wel. Nu, dat is wat ik hier kon doen. Ik geloof heel erg dat er heel veel mensen zijn die bij jou daarin op aanhaken, omdat je hoeft niet als mens zijnde aan te gaan door middel van een extreme scenario. Nee, dat zeker niet. Je kan gewoon randomly hier op de golfstraat iemand aanraken. En, ja. Holy fuck, god damn down, weet je wel, dat hebben. Ja, zeker. Ja, dat is een heel spectrum, zeker. Ik denk in jouw workshop, als mensen bij jou gaan ervaren het niet doen in het niet doen, ja, dat ook voor allemaal kliks zorgt, ja, waarin mensen misschien wel de hart, de ignition van het hart. Nou ja, je actieve, kijk, het gebeurt in het hart, dus het hart kan zeg maar dat doen. Ja. Dus dat laten zijn, dat helemaal ervaren laten zijn, dat gebeurt in het hart. Dus door daar weer op die manier toegang tot te krijgen, tot die plek zeg maar, die dat doet. En die plek waar gewoon alles in eenheid is, zou je kunnen zeggen. Dat activeert ook weer die wetmatigheden van het hart. Die zijn er altijd wel, maar bij veel mensen slaan we het, omdat ze gewoon het grootste deel van de tijd hier zitten. Ja. Dus op het moment dat je daar weer naartoe gaat, dan komt dat helemaal, weer tot leven. Nice. Ja. Ja. En weet je, het, is ook dat het grappige is dan als mensen dat gaan doen, dat ze zeggen van ja, het was er gewoon altijd al. Het is nooit weg, alleen jij gaat op pad. Ja. Weet je, dus dat is ook wel een soort geruststellende gedachte van het is nooit echt weg, zeg maar. Alleen jij kan heel ver op reis gaan en totaal vergeten dat de hele tijd bij je is. Ja. Dus dat is meer de herinnering aan. Dit is dus ook een plek waar je kan zijn, waar je kan wonen en kan leven. Ja.